Milieu. Een van de beleidsterreinen waarop de Europese Unie een grote toegevoegde waarde heeft. Milieu stopt namelijk niet bij de landsgrenzen. Verontreinigde rivieren, zeeën, lucht, afvaltransport, ozon, klimaatverandering, chemische stoffen, verkeersemissies, energiebehoeften. Ga zo maar door. Al zo'n 40 jaar speelt de Europese Unie een belangrijke rol bij het bestrijden van al deze problemen. En er is inmiddels veel progressie gemaakt. Smog en zure regen zijn aangepakt. Er is een aanpak voor gevaarlijke stoffen. We zijn ons bewust van milieu en duurzaamheid. Maar nog steeds kampen we met grote uitdagingen op het gebied van luchtkwaliteit, waterkwaliteit, het klimaat, afval en grondstoffen. En er komen weer nieuwe uitdagingen bij. Na ruim 50 jaar Europese Unie en meer dan 30 jaar Europese en nationale milieuregelgeving halen we nog steeds een aantal milieudoelen niet. Dat heeft meerdere oorzaken. Enkele daarvan kunnen we niet zelf beïnvloeden. Maar aan sommige oorzaken kunnen we wel iets doen. Bijvoorbeeld door de regelgeving beter uitvoerbaar te maken. De commissie werkt hiervoor aan smart regulation. Smart regulation richt zich vooral op individuele richtlijnen. Maar deze richtlijnen werken niet afzonderlijk van elkaar. Ze hangen met elkaar samen en zijn vaak tegelijkertijd van toepassing. Op een industriegebied, op een stad of op een object. Soms werken doelen van bepaalde richtlijnen en beleidsonderdelen zelfs tegen elkaar in. Neem bijvoorbeeld de water- en natuurbeschermingsrichtlijnen. Het herstel van waterkwaliteit kan averechtse effecten hebben op het faunabeheer. Of neem REACH en de afvalstoffenrichtlijn. Ook daar is meer samenhang nodig. Laten we ons focussen op het versterken van de samenhang tussen de richtlijnen en laten we ervoor zorgen dat de instrumenten binnen die richtlijnen elkaar niet tegenwerken. Make It Work werkt op initiatief van Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland samen met een aantal lidstaten aan een meer holistische kijk op Europese regelgeving door praktische voorstellen te doen. Met die voorstellen willen we niet tornen aan het beschermingsniveau. Wel willen we een netwerk opzetten met lidstaten om samen te werken aan effectievere en beter toepasbare Europese milieuwetgeving. Aan het delen van succesvolle projecten. En aan het ontwikkelen van uitgangspunten voor slimme Europese milieuwetgeving. Met als doel om voorstellen te formuleren die bijdragen aan een consistenter en effectiever Europees milieuacquis. Together we can make it work.